bij de survival. De vorige keer hebben we in deze kist materialen gevonden om het huisje van bouwvakker Pietje om te toveren tot onze eigen hoofdkwartier. En toen wij klaar waren stond deze mysterieuze portal ineens voor onze deur met allemaal monsters. Maar lieve jongens en meisjes, gelukkig hebben wij al deze monsters af kunnen weren voordat zij nog meer ravage brachten aan dit dorp. Want ik ben namelijk vandaag van plan om te kijken wat er door deze portal te vinden is. En ik wil heel graag Jessie en bouwvakker Pietje zoeken. Want geloof mij, als dit veel vaker gaat gebeuren, dan kan ik het niet redden in mijn eentje. Dan heb ik hun echt nodig. Dus wat ik ga doen is, ik denk dat ik mij ga voorbereiden om door deze netherportal te gaan. Nou is dat niet heel erg moeilijk, want ik heb namelijk één obsidian gelukkig weg kunnen hakken, zodat de portal kapot ging. Dus wat wij gewoon moeten doen, denk ik, is ik denk dat wij gewoon deze portal weer opnieuw gaan maken en eens op onderzoek gaan wat wij daar in de nether kunnen gaan vinden. En ik weet het inderdaad, het kan daar heel erg gevaarlijk zijn, sinds wij natuurlijk tegen al die monsters moesten gaan vechten. Alleen, ik ben echt ontzettend benieuwd. Want zoals jullie weten heb ik 4 boekjes gevonden in het dorp. Die allemaal een beetje vreemd waren. Nou weet ik niet even welk boekje ik moet hebben. Vooral dit boekje was heel erg vreemd. En heel veel mensen lieten in de reacties achter dat dit misschien wel morsecode kon zijn. Alleen ik denk niet dat je dit hebt als morsecode. In mijn ogen ziet dit een beetje uit als een hele rare oude taal. Ik weet niet precies wat het zou zijn. Maar misschien dat we in de nether wel meer antwoorden krijgen. Dus dat leggen we terug. En ik denk eigenlijk, aangezien ik aan het kijken ben naar mijn armor, dat we nou niet heel erg sterk zijn. Maar weet je wat? Nee, trouwens. Ik denk dat ik met de goldblocks die ik toch nu heb, toch eventjes wat armor ga maken. Het is niet het allersterkste armor, maar het is tenminste beter dan helemaal niks. Dus we maken een nieuw helmpje en we maken ook natuurlijk een broekje. Zo, hoppa. Dan worden we namelijk ook niet hopelijk aangevallen door piglins. Want dat zou echt heel erg zijn. Dus dan in principe ben ik wel klaar voor de nether, denk ik. Ik weet het niet. Weet je wat we nog gaan doen? We nemen nog wat extra eten mee. Dus we nemen ook eventjes deze hooibalen mee zo. En helaas kunnen we geen water meenemen naar de nether. Want zoals jullie waarschijnlijk wel weten, smelt dat meteen sinds de nether gewoon zo heet is. Dat je er letterlijk helemaal niks kan plaatsen qua vochtigheid. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we hier nog even een paar broodjes van maken. Eens even kijken. Hoppa. Kijk, dan moeten we sowieso genoeg broodjes hebben. Dan voel ik me al wel een stukje veiliger. Ja, en dan moet ik eens eventjes kijken. Ik denk dat wij er wel klaar voor zijn om dan de nether te gaan bezoeken. Maar ik weet niet zeker of wij heel huids terug gaan komen. Oké, op hoop van zegen dan maar. We gaan gewoon meteen naar de nether toe. Eens even kijken. We plaatsen dat hier zo. En dan steken we hem hier aan. Maar ik moet er wel meteen doorheen. Voor het geval dat er natuurlijk meer monsters doorheen komen. Dus aansteken die op. Hij staat aan. En meteen er doorheen. Meteen er doorheen en hopen dat er niks doorheen komt. Oh mijn god, wat is dit? Wat zijn dit? Oh mijn god, er zijn meteen spoken. Oh, wacht eventjes. Doen jullie mij wat? Oké, ik word hier wel een klein beetje zenuwachtig van. Dus blijf maar daar lekker inderdaad zweven. Maar, oké, niet alleen spoken zijn hier. Er zijn hier ook allemaal slimeblocks. Alleen, dit zijn wel veel meer slimeblocks dan dat we in het dorp hebben gevonden. Oké, dat baart me een klein beetje zorgen. Betekent dat dan dat ook degenen die het dorp hebben aangevallen hier zijn geweest? Oké, ik ben toch een klein beetje zenuwachtig over deze spoken. Maar het lijkt erop dat ze dus helemaal niks doen. Dus dan kunnen we net zo goed heel eventjes op onderzoek uitdenken. Maar wat is hier dan allemaal gebeurd? Ik kan voor nu de portal ook wel eventjes aanhouden. Want het lijkt erop dat hier geen piglins zijn. Of magma cubes. Of normale slimes. Dus dat is in principe goed nieuws. Maar oh mijn god, er is hier nog meer slime. Maar wat zou dit hebben kunnen gedaan dan? Dit heeft wel echt heel erg veel slime achtergelaten. Het is hier gewoon nog erger dan in de normale wereld. Hallo? Oh mijn god, oké. Daar is echt ongelooflijk veel lava. Ik weet dat we heel erg veel van die fortresses kunnen vinden en misschien bastions. Dus daar moeten we ook op gaan letten. Maar ik denk dat ik gewoon het spoor van slime ga volgen en dan kijken waar we uitkomen. Oh mijn god, het is hier echt heel erg groot. Dit had ik echt niet verwacht. Oké, maar nou hebben we er dus nog een mysterie bij die eigenlijk ons vertelt dat er een bepaald iets hier ook in de nether is geweest. Dus niet alleen bij mij in het dorp. Wat is dit nou weer? Hallo? Ben jij vriendelijk? Ik denk niet dat jij vriendelijk bent. Nee, oké. Nee, je bent niet vriendelijk. Ga weg. Ga weg. Wat ben jij? Oh, ho. Ja. Oké. Kijk daar niet naar. Maar goed. Hetgene wat dus het dorp heeft aangevallen, is dus ook in de nether geweest. Alleen het lijkt erop dat de spoor hier een beetje doodvalt.
wat? We hebben hier nog wel wat slijm en daar is nog wat slijm. Weet je wat? Ik ga gewoon nog kijken of we hier nog wat kunnen vinden. Hallo? Het lijkt erop dat hier niet veel meer te vinden is. Daar is nog wat slijm, maar het lijkt erop dat het hier eindigt. Dit is gewoon letterlijk een doodspoor. Oké, dit is echt heel erg vervelend. Maar wij hebben dus nog een mysterie bij. Er is dus hier iets geweest, wat dus ook in de Nether heeft kunnen zitten. Maar dus zowel kan reizen in de Nether, als in de normale wereld. En dat is eigenlijk heel erg zorgelijk. Want als diegene of het ding, zeg maar, allemaal Netherportalen kan openen, en dat ook nog eens dichtbij mij, dan zijn we best wel heel erg de sjaak. Maar laten we dan maar eventjes terug gaan lopen en even kijken of er nog ergens anders slijmblokken te vinden zijn. En misschien vinden we wel ergens een aanwijzing. Dat zou wel heel fijn zijn. Want het lijkt erop dat het daar... Oh mijn god. Wat is dit? Ik zie letterlijk een kistje daar staan. Oh mijn god. Ik wou net zeggen, het ziet eruit alsof het letterlijk daarheen gaat. Maar mijn oog viel eigenlijk meteen op dat kistje dat... Au. Oké, skeleton. Nee, laat me met rust. Ga weg. Jij bent echt mijn minste zorg op dit moment. Maar wat ik wou zeggen is, het lijkt net alsof het daar helemaal heen gaat. Het is hier wel een stukje minder. Dat moet je wel geven. Au. Maar we hebben dus een kistje gevonden. Oké, ik ben echt ontzettend benieuwd wat er hier in dit kistje te vinden valt. Laten we het kistje openen. Zo... Oh mijn god, allemaal slijmblok. En we hebben nog een boekje erbij. Oké, wacht. Gaan we dit boekje meenemen? We nemen dit boekje gewoon lekker rustig mee. En dan denk ik dat ik het boekje maar ga lezen in de normale... jullie waren hier net nog niet. Oh mijn god, ik heb zo ontzettend veel geluk dat ik goud aan heb. Waarom zijn in één keer hier zoveel packlins? Ik heb echt heel veel geluk dat ik goud aan heb. Want als ik dat goud niet aan had... Auw. Oh mijn god, wat is dit nou weer? Waarom word ik opgeblazen? Wat is dit? Oh nee. Een guest. Oké, kom hier. Au. Oké, ik moet hier weg zien te komen. Oké, kom. Oh, au. Oh god, ik heb een van die piglins geslagen. Oh nee, ik ben de shark. Zijn ze achter me aan het gaan? Oké, wacht. Zijn jullie niet meer achter me aan het gaan? Oh mijn god. Er kwam... Au. Oh mijn god. Oké, dat is een skeleton. Oké, wacht eventjes. Ik sla maar niet. Oh, ze gaan allemaal achter die skeleton aan. Oké, wacht. Dit is mijn kans om te ontsnappen. Dit is mijn kans om hier weg te gaan. Oh, ja. Hallo. Nee, ik sloeg totaal niet één van jullie. Nee. Mij moet je niet hebben. Wegwezen! Go! Oh god, wat heb ik mezelf aangedaan? Oh, nee. Wat heb ik mezelf aangedaan? Waarom moet ik dat nou ook weer doen? Oh, chips. Ze zijn achter me aan het gaan. Dit was geen slim idee! Ren. Eet. Voordat ze achter je aankomen. Voordat ze je verslaan. Wacht, waar zijn ze? Au. Waar zijn ze? Oké, snel. Daar komen ze. Oh, nee. Snel, ik moet terug. Oh, mijn god. Oké. Wacht even. We moeten snel weer die portal kapot maken. Voordat die piglins er doorheen komen, snel. Hak. Ze zat achter me aan. Kom. Oké, mooi. Oké, die is kapot. Oh, mijn god. Waarom sla ik er ook eentje? Eentje ging per ongeluk en de andere... Oké, ik weet niet wat er aan de hand was. Maar we zijn wel een stukje wijzer geworden. Wij hebben namelijk een nieuw boekje. En ik ben heel erg benieuwd wat er hier in het boekje staat. Voordat we gaan kijken wat er in dit boekje zit, wil ik jou vragen om te abonneren op mijn kanaal en dat blauwe duimpje omhoog achter te laten als je meer survival wilt zien. En als jullie dat gedaan hebben, gaan we kijken wat er in het boekje zit. Eens eventjes kijken. Ik heb de portaal weer aangekregen. Maar er waren zoveel monsters omheen dat ik heb moeten vluchten. Ik weet niet of ik ooit nog terug kan komen. En daarna is er weer hele rare tekens. Maar wacht eens eventjes. Degene die dus de portal opnieuw heeft aangezet, betekent dat hij letterlijk de vorige keer de portal heeft aangekregen, maar we diegene niet hebben kunnen vinden, omdat hij op de vlucht was voor alle monsters. En daarna weer hele rare... Jongens, ik snap hier nog steeds helemaal niks meer van. Ik begrijp het niet, ik begrijp de tekens niet. En wie is dan degene die in de Nether zit, die de portaal weer heeft aangekregen? Want als hij dit vaker gaat proberen te doen, dan ga ik het hier echt niet overleven namelijk. Ik zeg jullie één ding, het wordt steeds raarder en raarder in het dorpje. En ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met dit dorpje. Ik denk namelijk dat het de hoogste tijd is dat wij Jesse en bouwvakker Pietje gaan zoeken. Want als dit continu blijft doorgaan, ga ik het gewoon niet redden in mijn eentje. En ik denk dat Jesse ook wel onze ruzie een klein beetje vergeten is. Weet je, ik bedoel, generaal Koeman hoef ik echt helemaal niet meer terug. Hij heeft Klaas als het goed is weer terug. En ik denk dat wij alle twee wel de hulp goed kunnen gebruiken. Want voor je het weet gebeurt dit ook bij Jesse. En daar heb ik helemaal geen zin in. Dus laten we nog maar eventjes een paar resources meenemen die we sowieso kunnen gebruiken. Ik ga sowieso dit goud meenemen, want je weet
maar nooit wanneer we dit moeten hebben. Zo, en dan nemen we dit ook nog mee. En voor de rest, volgens mij is er niet heel erg veel te vinden in het dorpje. Het is wel zonde, want ik heb letterlijk Bouwvakkers Pietjes huis net gemaakt. Maar weet je wat, ik vind liever Jessie en misschien wel Bouwvakker Pietje terug, dan dat ik hier nog langer blijf. Want ik ga dit niet langer overleven. Dus ik zou zeggen, laten we maar, ik denk, die kant op gaan. Want ik kom van die kant en daar was helemaal niks te vinden. Dus ik denk dat het verstandig is als wij gewoon nu gaan beginnen met lopen. En dan maar hopen dat wij Jessie kunnen gaan vinden. Maar ik heb er een beetje een hard hoofd in. Oeh. Oh mijn god. Ik dacht heel eventjes dat ik iets had gevonden waar misschien Jessie of misschien wel Bouwvakker Pietje was geweest. Maar het is een witch. Wacht eventjes. Laten we eens even kijken. Misschien kunnen we hier wel wat vinden. Wacht. Ga dood. Nee, witch. Niet doen, niet doen. Oké, precies. Oké, eens eventjes kijken. Hallo? Is hier... er is hier letterlijk helemaal niemand. En er is hier helemaal niks. Oh, mijn god, ik schrik me dood. Ik dacht dat dat een kip van de heks was. Laten we maar gewoon verder gaan lopen en kijken of we Jessie kunnen vinden. Maar ik heb er echt een hard hoofd in. Want waar zouden Jessie en Bouwvakker Pietje nou kunnen zijn? Oh, dit wordt echt een hele lange tocht. Oh, lieve mensen, ik ben echt al dagenlang aan het zoeken, maar ik kan letterlijk gewoon niemand vinden. Het enige wat ik vind zijn wolven, een paar schapen, een paar mops. Ik weet het simpelweg echt gewoon niet meer. Ik weet gewoon echt niet waar ik Jessie kan vinden. Ik heb duizenden en duizenden blokken gereisd en ik kan hem gewoon niet vinden. Het wordt ook... Wacht eens even. Wat is het daar dan? Oh, wat is dit? Is dit weer iets nieuws? Is dit weer een nieuw startje of zo? Wat is dit? Je gaat me toch niet zeggen dat het Jessie is? Oh mijn god, laten we er meteen naartoe rennen. Kom!